Als je nou eventjes zo even een beetje draait in de hoek, weet je in ieder geval dat je alles meegenomen hebt ook, hè? Ze is wel heel streng, hoor. Zelfbeheer is een heel groot begrip, hè? Maar waar het om gaat is om de bewoners meer te betrekken bij het complex waar ze wonen. En dat kan op diverse manieren. Ze kunnen het zelf doen, ze kunnen het samen doen met partners, ze kunnen toezicht gaan houden. Het betekent dat gewoon dat de dingen die er altijd gebeuren, dat die ook beter gebeuren. Zelfbeheer zorgt echt voor meer betrokkenheid bij de bewoners en voor een fijnere leefomgeving. Dus mooi. Nou, ik vind het heel mooi gepraat, maar er moet ook nog gewerkt worden. Ik zou zeggen, laat je handjes maar wapperen. Ik doe mee, dankjewel. Okay. Eddie? Ja. Als jij dan die brievenbussen schoon gaat maken, hè? En dan vooral die randjes, hè, hier, waar die postbode met zijn handen zit. Oh, oké. Okay. We zijn wel kritisch, dames. Ja. Je moet niet te hard drukken. Goedemiddag, zeg. En die heeft per ongeluk jouw bel schoon gemaakt, dat ging niet over. Het leuke van zelfbeheer is betrokkenheid. Zoals je hier achter ook kunt zien, mensen zijn met elkaar bezig en hun eigen complex wordt er ook alleen nog maar mooier en schoner van. Wij denken dat als je meer verantwoordelijkheid aan de bewoners geeft, dat alle complexen gewoon beter onderhouden worden. Ja, en daar worden wij, de woonmensen, ook weer blij van. Vrij. Woe! Ja, het licht al lopen. Ja, dan kunnen we niet meer verder poetsen. Nee. Prettig met elkaar wonen. Dat is in feite de basis waarop zelfbeheer gestoeld moet zijn. Ander groot voordeel kan ook zijn dat de servicekosten omlaag gaan, doordat bewoners het zelf doen. En daarmee zeg maar even de maandelijkse lasten ook omlaag gaan. Oké, okay, handje zoek. Goed zo? Ja. Ja, oké. Okay. Of ze het goed gedaan hebben? Natuurlijk hebben ze het goed gedaan. We zien ze graag nog een keer terugkomen. Bedankt voor jullie hulp. Graag gedaan. Graag gedaan.